We krijgen van alles een beetje, ik had geen regen. Maar wat zat er in dat doosje? Een hele, hele goede, liefdevolle middag gewenst. Dat namens Corina en de Beestenboel. Ja. Zeker weten, het is vreemd weer. Dan weer de zon en dan is het weer mistig. En dan is het weer helder en grijsje, grauw. En dan is het weer mistig en dan schijnt de zon er weer waterig door. We krijgen van alles een beetje. Ik had geen regen, geen storm en geen hagel en geen sneeuw. Maar dat mag allemaal wegblijven. Ja. Ik ben ook wel blij. Ja. Daar heb ik het. Ik heb een pakketje binnengekregen. Ik weet wat het is. Maar ik ga het nog niet uitpakken. Dat komt straks. Want er is iets wat belangrijker is. En dat zijn deze twee dames. Die moeten er nodig uit. Hé? Het is vandaag dan ook wel te verstaan. Wat was het ook alweer? Dinsdag, hè? Ja, dinsdag. En we leven op 2 maart alweer, ja. En we leven om 12 uur 13 is dat allemaal in 2021, ja. Dus ja, de postpakketbezorger is net geweest en daar moest ik even wachten. En dan ga ik eerst de dames even uitlaten. Met een kapotte rollator, althans, hij rijdt wel, maar ik heb maar 1 ren. Ja, waar mijn listjes zijn. Slinks. Die remkabel is gisteravond losgesprongen. Dus nou, ik denk ook die. Dus ik moet ook eventjes langs de fietsenwinkel om te vragen of ze dat ook kunnen maken. En zo ja, hoe wat dat gaat kosten en hoe lang dat ongeveer duren gaat. Want ik zit met meisjes, die moet ik wel uitlaten. Ja. Dus ja, dat gaan we eventjes vragen. En anders moet ik toch zien naar een andere rollator erbij. Ja. Maar deze gaat niet weg. Nee. Gewoon ter zijn de tijden laten maken als dat achtelijke gebeuren over is. Ja, toch? Want deze is nog van mijn moedertje geweest. Dus. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En doe het met een lach. Dan blijven we allemaal blij en ja, straal liefde uit naar iedereen. Dat wil ik meegeven, ja? Ik zou zeggen, tot later. Hallo lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ik zit even gelijk ook te eten en ik heb koffie staan. Ik moet het pakketje nog uitpakken, dat doe ik met jullie. Maar Mary is ook in aantocht. Want die heeft weer verstand van remmen en rollators waar, ja... Ik heb ook een hoop verstand. Ik weet hoe een koplamp, tenminste de oude koplampen van fietsen, in elkaar zitten. En ik weet hoe dynamo's van vroeger in elkaar zaten. Dat weet ik allemaal. Dat kon ik allemaal zo repareren, weet je. Maar dit is voor mij weer nieuw, ja. Maar die komt met haar dinkietootje deze kant zo op. Maar ik had ik onderweg met de onderwerp meegemaakt op de terugweg. Nou, dat wil je niet weten. Dat is zo bizar. Ik kom langs de gracht richting huis te lopen. Komt er een man aan, van de andere kant, met een hele grote hond. En die kon hem amper houden, liep helemaal echt zo met 2 handen. Ik denk, jeetje Maria, moet dat zo? Ik denk, nou dat is toch ook niet nodig, weet je? Doe normaal en wees lief voor je hond, krijg je liefde terug. Toch, ik moet er 2 in bedwang houden en dan nog een kapotte rollator. Ken je dat? En hij ik vraag keurig netjes aan hem. Ga jij naar de overkant of moet ik naar de overkant? Nou, hij moet toch ook plassen? Tenminste, ik vroeg, ga jij alsjeblieft naar de overkant? Ik denk, kan ik eens een keer blijven lopen, weet je? Nou, hij moet toch ook plassen? Nou, die honden van mij dan, hè? En dan ging me toch de keer, ja, je hebt altijd op de zeiken, zegt hij tegen mij. Pardon? Hallo? Iedereen die mij, ze zeggen allemaal gedag, allemaal lief en aardig. Dus hoezo?
Ik zag hem voor het eerst. Ik had hem nog nooit eerder gezien. Dus ja, hoe wil je dat hebben? Dat ik dan een zeiker ben? Ja, voor hem nu voor altijd. Hè? Als ik hem weer tegenkom, oh ja. Dan zeg ik, dag meneer Klootzak. En dan zegt hij weer mevrouw zeiker, denk ik. Maar ja, hij zal... Oh, ik... Jongen nog een toe. Maar in ieder geval, ik ben in ieder geval blij dat Mary ook komt. Ja, dan kan die naar mijn rollator kijken. En dat gaan we ook uiteraard als ze dat kan vloggen. Maar jullie moeten eerst even naar de later. Ja, anders kan ik dat niet meer doen. Ook het pakketje moet ik straks doen. Ik moet mijn booster naar binnen halen om dat weer op mijn booster te doen. Want ik weet allemaal wat het wel is. Ja, dus ik heb een hoop te doen. Maar dat komt allemaal goed. Zo zeggen, lieve vrienden, hou vol gemoed. Doei! Zo, lieve vrienden, Mary die is al geweest, maar die is nu even weg en die komt straks weer terug, want ze krijgt het niet voor elkaar. Hij is gebroken, dus je moet een hele nieuwe remkabel. Dus laat, proberen we wat andere dingen mee te doen, eventjes naar een zorgwinkel te bellen. Komt allemaal wel goed. Maar ik krijg even van Mary een lener. Ja, die heeft een lichtgewicht rollator, dus altijd goed toch? Dat is er nou even aan het halen. Geef mij de gelegenheid om het pakketje te openen samen met jullie, maar ook met Karin. Ja, ook die is weer van de partij. Dan zullen we eerst zien hoe we dat doosje gaan openen. Dat zit weer lekker helemaal vastgeplakt en gedaan. Ja. Helemaal weer met lijm. Jeetje Maria. Zo. Losjes die. Ja. Echt waar. Nou, dan denk ik nou wat u binnen heeft. Wat had u gisteren heeft besteld. Inderdaad. Ja, ik kijk ook nog wel eens mee hoor. Op uw e-mail. Ja. Wat is dit? Het is leuk om gewoon mee te kunnen kijken. Ja. Even, een mooi zakje met een ritssluiting. Kun je weer mooi hergebruiken met andere dingetjes die je bewaren moet. Dus ja, mijn hand wil niet. Echt. Nee, ik heb, als je kwaad wordt, op wie of wat dan ook, dan wil dat wel eens uit in pijn en in je ledematen. Oh, de deur is niet goed dicht. Wow. Mijn vingers die doen auw. Ja. Maar wat zat er in het doosje? Ik sluit en voor uw telefoon. Ja, voor op mijn stuur van mijn scootmobiel. Dus ook dat moet ik nog doen. Mijn booster in huis halen. Kan ik er mooi bij gaan zitten. En het is allemaal mooi met klittenband. En niet met beugels of wat dan ook. Dus helemaal top. Helemaal geweldig. Ik ben er super blij mee. Ik kan jullie er nou niet in doen. Nee, dat gaat een beetje moeilijk. Ik kan niet passen. Jammer is dat, hè? Ja, echt wel. Maar ik ga wel kijken wat ik allemaal eerst kan doen. En dat is een rits openen. Je ziet amper die rits, zal ik je vertellen. Zo, dat is één. Je moet twee ritsen openen. De een gaat de andere de ene kant op en de andere gaat de andere kant op. Zo. En dan kan ik daar mijn spullen kwijt. Ik kijk en dan moet hier achter en dan doe je hem zo dicht. Ja? Dus het kaartje kan er al uit. Daar hebben we niks aan. Daar hebben we gewoon niks aan. Nee. Dat,
Ik zal je zeggen, het kaartje is kleiner dan mijn mobiel qua lengte. Ja, hij is kleiner. Dat kaartje wat erin zit, is kleiner dan de mobiel. Er zit een kaartje in. Ja. Als show. Dat kaartje is een heel stuk kleiner dan de mobiel zelf. Nee. Maar ik hou dat ding voor en dan, dan past hij erin. Moet ook wel. Maar hij is echt heel mooi. En hij ruikt naar leer. Ja, de zijkant hè, waar de merk op staat. Dat ruikt naar leer. En dat vind ik heerlijk, leer. Dan weet je dat je geen troep koopt. Oh, ik ben er echt blij mee. Ja. Ik moet een schaartje hebben, want dat dingetje kan er ook af. Ja. Ja, wil er een naar buiten, ook dat nog. Ach ja, waar ben je? Oh nee, de kamer uit. Oh, dat mag ook. Ja, oh, je hebt regen, man. Nou ja, dat kan. Nee, ik heb misschien een kwartiertje moeten wachten met de woefies voordat ik ze uit moest laten. Nou, toen stond ze al voor de deur, dat vrouwtje die het bracht. Hey. Dus. Dat, ik kwam een meneer tegen op de gracht. Ja. Een jonge meneer nog. Daar ben ik heel boos op geweest. Oh. Want die had geen fatsoennormen en waarden en ook geen respect. Oh, wat? Omdat zijn hond ook plassen moest, wou hij niet naar de overkant. Ja. Pardon, mijn honden moeten ook plassen. En hij begon even mij uit te schelden dat ik altijd wat te zeiken had. Ik denk, ik ken je niet eens, ik zie je voor het eerst. Mm-hmm. Dat, die deugt niet. Nou ja, toen kwam ik mijn surrogaatdochter en mijn kleinzoon tegen, dus ja. Okay. Ja. Dus, die hebben me geprobeerd te kalmeren. Ik zeg, Jakje, maar ik kan jullie niet de kus geven. Ik zeg, en hij heeft het fatsoen en normen en waarden niet in zijn flikker zitten. Ik zeg, om even voor mij naar de overkant toe te gaan. Terwijl ik al loop te hannissen met die rollator, want je kent hem. Hij rijdt momenteel ook moeilijk, hè? Ik weet niet wat dat is, maar dan rijdt hij ook moeilijk. Ja. Dus. Maar ja, in ieder geval, ik was woest op die vent. Uh-huh. Nou, en hij liep nog eventjes mij uit te schelden, terwijl hij doorliep. Ik denk, ja, wat jij ken ik ook. Dus ik heb even een grof woord gebruikt. Oh. Wat met een K begint en wat op een K eindigt. Bekijk het maar. Ja, moeten ze maar niet tegen mij gaan schelden. Krijgen ze hetzelfde. Met de K begint en met de K eindigt. KL. Wel ja. Oké. Okay. Dus ja, wat je geeft. Alleen krijg je op terug. Met zijn vleeswaren hoor. Ja, dat is met zijn vleeswaren gesmeten. Ja. Dat klopt. Maar ja, daarom, wat je geeft, kan je terugverwachten, toch? Mm-hmm. Ja. Dus als jij aan iemand uit gaat schelden, of uitvoert het, of weet ik veel wat, of je geeft iemand een schop zonder een reden, kan je dat toch ook terugverwachten? Ja. Mooi. Nou, dat heb ik ook gedaan. Goed zo. Hè? Goed zo. Ja. Ik laat hem niet op mijn kop zitten, kom. En ik moest nog lachen ook. Jammer, hebben we geen beeldtelefoon. Maar hij liep met één hond. En die had dezelfde kleur dan Scruffy had. Dan weet jij wel wat voor kleur. Ja, ja.
Mooi, enkel de kijkers, de volgers niet, maar die hebben pech. Maar hij liep echt met twee handen aan die riem. Helemaal achterover, om die hond dus in bedwang te houden. En die hond maar trekken en trekken en trekken. Ik loop door met twee honden en een kapotte rollator. Ja, echt. En dan heb je ook nog een buurman die dan beweert dat ik het niet aan kan. Nou, hallo. Ja, zeker. Zeker handig. Ik ga zo met jou lopen, meisje. Nou, die gaat zo lopen met haar meisje. En dat is dus Lady. Even wat en wat te drinken. Oh, nou, je hebt hier ook weer een schone drinkersbak met heel veel schoon water erin. Want er zat nog maar een bodempje water in. Dus mooi zo leeg even afwasje in opnieuw water vullen. En dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie middag. Ik wacht op Mary en daarna haal ik de scootmobiel naar binnen en dan ga ik deze erop zetten en dan komt het allemaal goed. Ja, en dat vlog ik gewoon. Ja, terwijl ik daarmee bezig ben aan het hangen en aan het doen, ga ik gewoon vloggen. En ja, dat is gewoon leuk, toch? Ja. Dus ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn scootmobiel binnengehaald. En ik heb de andere rollator, hek al, die staat al op zijn plek. Ik heb de oude rollator naar de schuur gebracht. Die hele hemkabels gedoe. Ja. Ik heb nou zo eentje, een lichtgewicht gevalletje. Ik heb hem net eerst helemaal klaargemaakt. Mijn tas eraan, mijn knuffeltje eraan, liggie erop. Dus ja, ik zie nog wat. Wat is dat dan? Ook een liggie. Oh, kijk, reflector, rood. Nou, ik heb twee lampjes, joh. En daar ook nog een reflector, dat wist ik niet. Nou ja, oké. Prima, beter dubbel zichtbaar dan helemaal niet zichtbaar. Toch? Ja. Enkel, hij heeft geen mandje, dus ja, pech. Dan maar bovenop. En dan hoor ik Rijka weer blaffen. Nee, jij houdt je mond. Ja, ik kom eraan. Weg. Au. Kijk, de kerk die begint ook weer wazig te worden. Dus met andere woorden, er komt weer een mist opzetten. Vrouwtje moet aan het werk. Kunnen jullie rustig zijn? Dank u. Ja, pas op. Want ja, ik heb mijn booster dus binnengehaald. Deze ga ik er zo afhalen. En dan komt de andere erop. Ja, dus dat laat ik jullie straks allemaal al zien. Ik moet hem hier eraf halen. Ik moet nog wat met mijn mobiel uit zien te vogelen, want ik heb natuurlijk onder andere dit erin, snoertjes erin en nog zo eentje erin. Dat gaan we eerst ook even met de mobiel uitproberen. Of dat lukken wil, ja of de nee, ja. Maar ik ben bang voor niet dat ik daar ook weer iets nieuws voor moet zien te versieren. Maar ja, dat is latere zorg. Gewoon als ik wegga met jullie, moet ik gewoon zorgen dat jullie vol zijn. Ja. Maar ik ga dit niet wegdoen, want je weet nooit niet of je weer ter zijner tijd over een aantal jaren weer een mobiel krijgt dat het weer wel kan. Dus weg gaat het niet. Nee, absoluut niet. Dus, wat gaan we eerst uitproberen. En dan moet ik jullie wel weer vooruit zetten. Dus ja, komt goed. Ik zou zeggen, hou vol hoe het moet. En tot straks. Nou, lieve vrienden. Ik heb de booster klaar. Ja, dat had ik laat dat jullie even zien. Ik heb gelijk even mijn windscherm en mijn spiegel schoongemaakt. Want ja, dat moet ook. Hè? Eén keer in de zoveel tijd eventjes. Ja, ja. Een hele booster moet eigenlijk, maar daar is het weer nog niet naar. Nee, het moet eerst even nog wat beter weer worden dat ik buiten aan het werk kan.
Maar, voilà. Dat is mijn nieuwe tasje. Het ziet er super, super luxe uit. Ja, nou kijk, en zo ziet iedereen dat ik Pokémon jaag. Dat is Pikachu. Dit is Pikachu en dat is Meow. Ja, oh, deze tas moet ik weer even vastmaken. Die is net losgeschoten. Maar oké, dat komt wel goed. Die is losgeschoten. Ja, die moet ook nog even weer vast. Dus ja, en dan zijn we weer bij de Amaryllis aanbeland. Die weer lekker iets groter is geworden. Ook die kleine man, vrouw, wat mag het wezen? Die is weer een stukje groter geworden. Ja, en van voor dat ik hem kreeg, die kleuren, dat was rood met wit. Dus het zal wel weer rood met wit worden, toch? Dacht ik wel. Het zal vreemd zijn als dat niet zo het geval zou zijn. Ja, dat het bij wijze van spreken paars ineen is. Maar ja, wie weet, hè? Wie weet. Maar dat zullen we altijd wel beleven als het uitkomt. Ja, toch? Ik ga dat nou weer nog vast zien te sjoren. En dan komt het allemaal weer goed, zo zeggen. Tot later. Doei! Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Het is inmiddels op die klok 17:50. 17:40 dus. Ik ben koud. Ik ben net buiten geweest, even rondje stad. Met een scootmobiel, even Pokémon, eventjes ballen erbij halen. Ik ben niet aan het jagen geweest, geen zin in, dat kan ik hier thuis ook doen. Maar ik moest ballen hebben, want ik had niet genoeg meer. Ja, dan kan ik naar die Pokémon gooien. Maar het is koud. Maar ja, ik had ook nog een bekende tegen me vroeger, die bij mij EMDR deed. Wat bij mij niet hielp, want ik moet lachen. Dat wist hij ook nog. Maar ik heb alles geprobeerd qua EMDR. Nou, hallo, het helpt bij mij niet. Nee. Dus ja, dat komt allemaal goed. Maar hij doet dat werk dus niet meer. Want hij is al 71 jaar. Dus ja. Maar ja, wel leuk dat we hem tegenkwamen. Want ook kwamen we hem, dezezelfde man, tegen in de trein op de terugweg. Op 20 februari van Den Bosch naar Den Helder. Op 20 februari, dat mijn schoonmoederjaar was voor 4 jaar geleden. Dat was deze man. Ja. Hé jongens, ja, ik heb het wel. Maar ik heb een bak koffie. En dan gaan we straks gaan we wandelen met de dames. Ik ga terug wandelen met jullie, maar eerst mijn koffie uiteraard. En dan kan ik gelijk de leenrollator gebruiken, want dat ding heb ik in de schuur, die oude. Maar dan komt het allemaal wel goed. Ja, en dan kan ik... Ik heb nog niet de vlog in elkaar gezet. Nee, ik ben nog niet aan toegekomen, want daar staat nog uit, zoals jullie zien. Ja, ik heb het druk gehad van alles en nog wat te doen gehad. Dat weten jullie. Nou ja, ik ben gisteravond nog zelf met de rollator bezig geweest. Dat moet ik zelf nog opruimen. Want dat was eigenlijk afgelopen nacht. Ik denk dat ik ruim het morgen wel op. Maar dat moet ik ook nog doen. Daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen. Dus dat komt allemaal wel. Ik ga even zien dat ik warm word. Want het is echt een beetje koud. Dan moet je... Kom maar dan, kom maar dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Nee? Ah, je bent ook een malle meid. Ja. Kom dan. Hé. Hey. Mal meisje. Mal meisje. Ja. Je bent een mal meisje. Hé. Hey. Hé. Hey. En net zoals wat er beweerd wordt over Elwin, dat ze zo piept en blaft. Zo'n soort hond maakt heel veel kabaal qua blaffen.
Nou, dan zou ik buiten de poort moeten horen. Je hoort het niet hoor. En camera, hè. Dus hij moet niet zo zitten te liegen. En nog een keer, dan weet ik het niet wat ik doe, maar dan krijgt hij de plank behoorlijk. Hé, hé. Kiekeboe. Kiekeboe. Oh, meisje. Kom maar. Komt Elwin ook? Kom dan. Elwin, kom dan. Ook zo'n lief beestje, hè? Joh. Niet helemaal. Nee, dat kan nou niet, hè? Nee, dat gaat het hem nou nog niet worden. Nee, moet je eerst eens schoon wezen van onder, hè? Ja. Moet je eerst eens schoon wezen, dan mag je weer op schoot. Ja? Of ik moet een handdoek of een deken op me halen, maar dat heb ik nou niet. Nee. He? Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit. Vergeet mij niet. Wat moet ik meer zeggen? Ja, wees lief naar een ander. Ja, dan doe je. Ik had het er net in de stad nog met een vrouwtje erover, een buitenland vrouwtje, maar die zit in de schoonmaak qua make-up. Handen, weet ik wat het allemaal doet. Een nieuw winkel. Ik zeg, durf je dat aan in deze tijd? Ze zegt, je moet toch risico's nemen. Dan moet je toch wagen om dat te proberen. Ik zeg, jij hebt ook wel weer gelijk. Ik zeg, maar toch. Ik zeg, in deze bizarre tijd. Ik zeg, maar ja, oké. Misschien dat ik voor haar reclame ga maken, maar ze typte mijn naam verkeerd. Ik spelde het en nog doet ze het verkeerd. Zoals Corina, nou, dat schrijf je sowieso al niet met een K. Maar zij denkt met een K. Nee, met een C. O-R-I-E-N-A. Corina voluit. Alle letters gebruiken. Dus ja, en de beestenboel. Maar ja, de beestenboel had ze goed, maar mijn voornaam niet. Ja, dan kom je er ook niet, nee, niet te vinden. Nee, zo schrijf je geen Corina. Hé, Rijka. Niet doen. Dus ja, we zullen het afwachten. Ik ben benieuwd wat ze doet. Ik zal van de week nog wel een keer er langs rijden. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet. En tot misschien vanavond later. Ik zou zeggen, tot dan. En dan tot morgen.